Yo, yo mensen! Leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag aan de titel De wedstrijd van het jaar. De klassieker. Feyenoord tegen Ajax. Heb je de vorige video nog niet gekeken? Check die vooral tegen Go Ahead Eagles. En je hebt 5 seconden om deze video op te zetten en die andere video te gaan kijken. En ik ga de uitdaging stellen van de vorige video. 1, 2, 3, 4, 5. Het werd 1-0 voor ons in de 90ste minuut. Een penalty van Dirk Kuyt. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Daarvoor alle kansen met nog zelfs een penalty gemist. Maar daarna ging hij toch in. Dus met een goed vertrouwen naar de Kuip. Feyenoord tegen Ajax. Met de opstelling natuurlijk van de Heide voor 3 weken geblesseerd. Ja, laten we maar beginnen. Warner Haan wel omhoog gegaan. Dus dat is zeker chill. Dus ja, die groeit ook steeds hoger. Brad Jones blijft wel voor de eerste keeper. Zolang we het goed doen. Heerlijk, Feyenoord tegen Ajax. Kunnen we ook gelijk de wedstrijd voorspellen. Maar er komt ook nog een apart video tussen Feyenoord en Ajax. Waar een voorspelling voor komt. Dat ga ik ook vanaf, ga ik ook alle wedstrijden ga ik dat proberen te doen. Maar dat is alvast een voorproefje voor die voorspellingwedstrijd. Oké. Okay. Berghuis. Dus dat was de vorige wedstrijd was het heel spannend. Tot in de blessuretijd toen de keeper een overtreding maakte. Tegen de Deventers. En verdiende wel de overwinning. Dat wel. Maar we kregen gewoon die kansen. Alleen maakten ze niet af. Dus heerlijk. Feyenoord, Ajax. Een eredivisiewedstrijd op het programma. In de Kuip. We gaan beginnen. Feyenoord, Ajax zijn begonnen, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Die zien we dus ook zondag. Misschien hebben jullie hem al gezien. Spanning. Nelon dus in de basis. Voor van beide. Kon gewoon naar het centrum. Hakim Ziyech. Ik ben benieuwd of de buitenspelers erin slagen. Botteghin. Gaat naar zeer toe, de voorzet is goed verdedigd. Berghuis, op Kuyt, probeert in ieder geval Kuyt te geven. Kuyt natuurlijk in vorm, wel met een gemiste penalty. Alsnog in vorm. Alsnog uitstekend in vorm. Natuurlijk scoort hij in de laatste seconde. Na die aftrap wordt er zeg maar 3 seconden namelijk afgefloten. Dus wel echt op het nippertje. Oké, vrije trap. Kunnen we hier misschien? Ja, we willen natuurlijk de liefste overwinning. Geen tegengoal. Dat is het doel van deze competitie. Zolang mogelijk geen tegengoal of gewoon helemaal geen tegengoal. Dan verliezen we eigenlijk nooit. Oké, overtreding. Lekker. Toornstra, Nelom. Younes om naar te kijken. Oké, waarom nou hier zeker Younes? Zeker met zeker veel doelpunten heeft gemaakt. Zal wel. El Amadi op Karsdorp. Veel ruimte gemaakt door Berghuis. Karsdorp, Karsdorp, Karsdorp en Krul. Tim Krul komt natuurlijk ook bij de selectie van Ajax nog. Misschien is hij zelfs nog fit genoeg voor de klassieker. Ik weet het niet. Ik hoop het niet. Dan kunnen we nog wel winnen. Nou. We hebben een grote kans in de Kuip. Publiek erachter. Beter in vorm dan Ajax. Alles gewonnen. Ajax niet natuurlijk. Dus jou wordt een beladen wedstrijd. Ik weet niet, nee, dat soort wedstrijden. Ik ook natuurlijk fijn niet. Dat wel. Hier komen we er net niet doorheen. Nee. Oh. Traoré. Pasen, Dijks, Traoré, Younes, Botteghin, Jones, Berghuis. En ja, Berghuis is er langs. Berghuis, nee. Berghuis is niet goed genoeg langs.
Goeie tackle van Nelon. Voorlopig doet hij het goed hoor. Miguel Nelon. Nicolai Jurgensen. En hij is de bal kwijt. Kom op jongens, we moeten het wel, we kunnen het. Ik wil wel een doelpunt maken, anders... Deze paas bereikt alleen de zijlijn. Ajax 1 tegen doelpunt, in twee wedstrijden. En zelf een 6 doelpunten gemaakt. En als wij gewoon zorgen dat ze niet scoren, dan zou het natuurlijk lekker zijn. Kuit op Berghuis. Over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. Berghuis. En nog steeds geen Elia. Oh, wacht. Nee, nog steeds geen Elia dus. Als opstelling eigenlijk gewoon goed. Toch? Waar staan we eigenlijk wel 3 sterren bij ons, maar bij ons niet eens 1. Terwijl we de 1 ster hebben. Dat schoolvoort zou ik natuurlijk niet. Dat maakt alle Ajax-fans boos. Ik heb niks tegen Ajax, dat niet. Nicolai Jurgensen. Ik ben niet zo'n hooligan van Ajax uit de Magni. Die paas gaat weg. Maar natuurlijk ben je wel Feyenoord. Ze hebben natuurlijk Hakim Ziyech, dus het wordt wel een. Vrije trap. Het is toch geen vrije trap? Blijft het bij een vrije trap? Oké, kom op. De El Clasico van Nederland. De voorzet belandt bij een verdediger. Toornstra op Vilena. Vilena gaat. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. En is het Congolo! Terrence Congolo! En het is notabene de centrale verdediger die scoort tegen Ajax. Heerlijk. De 1-0 Terrence Congolo schrijft hem gewoon rustig binnen bij Tim Krul. Congolo, zou het ook zo gebeuren? Het zou heerlijk zijn en ja, we zijn blij. Kijk maar, we juichen. En wat ik juich. Terrence Congolo. Heerlijk. Eindelijk dus een beetje leven de brouwerij. Ja, eindelijk. Een doelpunt. Of in ieder geval in de eerste helft een doelpunt. Van deze wedstrijd van de 0 af. In de klassieker. Oftewel een leuke klassieker. Nog steeds natuurlijk spannend, maar dan zijn we wel beter. Dat zie je wel. Kuit. Jurgensen. Berghuis. Hoekschop. De bal gaat over de achterlijn. Berghuis. Oh, bijna kopbal. Oh nee, nu komt Ajax eruit. Ze moeten eigenlijk echt nog even een niveautje boven liggen. Daar zijn ze misschien even ultimate de computer moeten maken. Veldman. Want soms... Kans op een treffer hier voor Ajax. Gaat allemaal wel een beetje te makkelijk. Mag nog wel een niveautje hoger, vind ik. Wat erbij mag. Dan ga ik daar rustig ook naartoe. Want ja, voor mensen die gewoon op Legendary 7-0 weer winnen. Ik heb trouwens al gedaan. Eigen carrière, Venom tegen Venom Bartje. Met Feyenoord. Heb ik 7-0 gewonnen, ja. 7-0. Er zit er wel een goede flow, dat wel. Maar 7-0. Op legendarisch. Ja, dan mag je wel een niveautje hoger. Tuurlijk spelen we gelijk tegen ADO. Winnen we net van Go Ahead. Dat vind ik leuk. Ik vind het niet leuk om met elke keer 3-0 te winnen. Die spanning in de wedstrijd vind ik ook leuk. En net gelijk of net verliezen. Dat vind ik ook een keer niet erg. Niet dat elke wedstrijd gebeurt, dat is niet leuk. Eerst zelf 1-0. Netjes. Daar ben ik zeker tevreden mee. Daar ben ik zeker tevreden mee. Oké. We gaan de tweede helft. Roda tegen Willem II dus.
1-1. Hier 1-0 in de Kuip. In deze tweede helft door doelpunt notabene van Terrence Coghoni. Die deze 3 weken lang moet hij van mij vervangen als centrale verdediger. Als daar een van de centrale verdedigers weg is, dan heb ik gewoon pech. Hij heeft natuurlijk altijd nog verhuurd. Dus we kunnen die altijd nog erbij halen. Berghuis, nee. Dat niet. Het gaat niet allemaal te makkelijk. Oké. En hier is nog wat transfernieuws voor onze kijkers. Oh, het is geen overtreding. Higuain is door Juventus overgenomen van Napoli. Kuit gaat hier doen tegen Ajax. Kuit legt hem op. En het is Berghuis met de 2-0. We zijn natuurlijk door die 1-0 overwinning tegen Go Ahead van die 0 af. En dan gaat het team beter spelen. En Berghuis schikt hem binnen. 2-0 en Berghuis maakt zijn eerste goal in de Eredivisie van Feyenoord. 2-0, heerlijk. Dan gaan we ook nog eens van Ajax winnen. Zover het nu ook lijkt. Het kan altijd nog omdraaien. Het kan altijd nog omdraaien. Wie zit hier pas goed? Traoré. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Goed. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Toornstra gaat. Kan het ook nog 3-0 worden? Op zoek naar een gaatje in de verdediging. Dat stagneert. Kan het ook nog misschien? Nee, dat kan niet. Oké. Nee, het kan niet. We zijn niet eens in de aanval. Berghuis, kom op. Voor een goede wedstrijd wordt zo op de kant gezet door de tijd. Er komt ook natuurlijk, ik heb het aan de vorige video's gezegd. Er komt een Minecraft Survival aan. Een nieuwe, want de oude video's, die een of andere manier waren die gewoon footsie verdwenen. Wie weet, leven dus. De kans op. Dus daar gaan we ook een nieuwe Minecraft Survival van maken. En dan gaan we ook met mensen online spelen. Dus met een andere video via online. Dan heb je geen splitscreen, je alleen mijn beeld. Dat is wel veel beter. En het wordt gewoon perfect. Gewoon. Vilena. Krul. Viergever. Bazoer. Goedelje, Terrero. Ze nemen de tijd om Cachera. In de verdediging te zoeken. Dat zal wel eens wat een geluk. We hebben het geluk dat we geen tegendoelpunt krijgen, maar het ongeluk dat we niet konden scoren. Nelon. Nou, dat was altijd, eigenlijk was het dan altijd een gelijk spel geweest. Dat vind ik ook niet erg. 34 punten. Ben je niet laatste. Hey, weet je wat bij degradatie mensen, dan kom je normaal met 34 punten degradeer niet. Dat is bekend. Ja, dat is heel raar, ik weet niet hoe ze dat kunnen uitrekenen. Maar als je 34 punten hebt, dan mag je wel van spreken dat je niet degradeert. Niet meer, het spel kan niet degraderen omdat het spel stom is. Omdat ze willen geen geld betalen om de 3-0 te maken, wou ik zeggen. Maar ik wou eigenlijk zeggen, ze willen geen geld besteden aan de Jupiler League. Ik vind dat echt onzin. Want in je hebt daar 4 competitie van Engeland. Ja, even serieus. En wij hebben er 1. Ja. En Duitsland heeft er 2. Spanje heeft er 2, Italië heeft er 2 en wij hebben er 1. En België heeft er ook 1, dat gaat eigenlijk helemaal nergens op. Frankrijk heeft er 2. Ga zo maar door. Zo, tering wat de tackles was van Jurgensen. Ajax, maar is dat ook echt zo? Berghuis. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Oh, we hebben weer de bal. Hey, scheids. Oh, ja, er wordt dus een overwinning. Leuk, geweldig, heerlijk. Het is ook altijd wel leuk als je van
Ajax kan winnen, maar het wordt 2-1. Dus de eerste tegengoal is tegen Ajax. Kut, sorry. En het kan dus nog spannend worden. Oh, we hadden moeten wisselen, maar oké. Oh, jezus. Ja, maar dan nu maar wisselen. Oh, El Amali eruit. Gaan we Tapia erin zetten. Berghuis eruit. En nu gewoon Jurgensen er niet uit te halen. Gaan Filena eruit halen. Dan komt daarvoor Vinovic. Oké, kom op. Netjes verdedigd, maar wel een enorm. Oké. Probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren. Goed verdedigd. Jones. Bal teruggespeeld naar de doelman. Kom op. Die hebben we. Jurgensen. Als hij voor deze overtreding ook geel krijgt, dan kan hij vertrekken. Overtreding? Oké. Ik vind het een beetje raar dit. Maar oké. Nog een paar minuten volhouden. Staat 2-1. Spannend. Toch nog spannend. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Ja, nee, nee. Niet wegdraaien. Nee, dit is 2-2. Nee. Wat een wedstrijd. Zijkverdediging, zeg. Jezus. Lukt je eigenlijk. Onterecht, dus de hele wedstrijd is voor Feyenoord. Twee kansen voor Ajax, twee doelpunten. In vier wedstrijden, in vier minuten. Geweldig. Nou, en de overwinning zeg. Dat is typisch gewoon. Dat noem je wel echt goed. Daar kan je niet over spreken, dat is gewoon goed. Jezus. Afgewend met een scherpe tackle. Serrero. Die tijd zit er bijna op, nog maar. Ja, en dan hebben we nog maar. En als we nog verliezen ook. Nou, dan. Verkoop ik. Nee. Ik stond helemaal vrij. Ja, hij komt nu behoorlijk dichter de buurt van het doel. Misschien nu. Nee! Oh, jezus. We gooien gewoon een overwinning weg tegen Ajax. Ik hoop niet dat dit echt wat te doen. Nee, want dan gaan ze ook nog een keer scoren. Het zal het toch niet, hè? Hup, doelpunt. Voorzet, onderschept, de verdediger zat er prima tussen. Zie je afgelopen. Einde wedstrijd. Ja, ik stop ermee. Ze hebben echt drie kansen gehad. Dat kan niet. Dat kan niet, man. We waren veel beter, even serieus. Viel in de man van de wedstrijd. Wie is in dit team goed? Alleen Dijks. En Younes. Even serieus. Echt. En dan ga ik nog die goals terug bekijken ook, hè. Corolo. Is gewoon goed uitgespeeld. 1-0. Berghuis. Terecht, hup, uitkrapt. 2-0, terecht. Oké. Hup, redding. Kijk dit, had 3-0 moeten zijn. Was afgelopen. Geluk. Serrero. Schiet over. Die had een goal moeten zijn. Oké, eerlijk. Oké, die hebben we al gezien. Ziyech. Oké, dit is gewoon. Dit is een terechte goal. Maar deze. Dit is echt een smerige goaltje. Het is gewoon een Duits. Ja, Amin Younes is ook een Duitser. Dit is echt zo'n Duitse goal die je opzij speelt. En dan hier, ja, hadden we nog moeten schieten. Twee punten weggegeven. Ja. Als je gelijk speelt tegen Ajax dat onterecht is, dan voel je kut. Vooral als het ook in de Kuip is ook.
Want dan uiteindelijk gaan wij ook nog eens. Dat is leuk. Gaan we naar de 6e, 7e plaats of zo. Voor Rick Karsdorp. Ja, nee, doei. Oh, kijk maar. Hier, 6e, 7e plaats. Ik zei het. En wie is het eerste? Heerenveen. En dan uiteindelijk heeft ADO en Heerenveen en Vitesse de beste verdediging. Nou, ik ben niet in een goede bui. Dat is duidelijk. Ja, ik keek vooruit naar de derde wedstrijd. Maar nu niet meer. Oh, er gaan spelers naar het nationaal. Kogolo, Jurksen, Tapia en Jones. 7e. Hey, leuk. Ho. Mensen, toch bedankt voor het kijken naar deze klassieker. Doe een duimpje omhoog als je wilt dat we de volgende wedstrijd wel gaan winnen. En ja. Toch een punt. Het is een punt. Het is niet meer, niet minder. Weer niet verloren, dat is goed. Maar ja, of het nou terecht was. Beslissen jullie dat maar. In ieder geval doe ook een reactie sturen als je misschien iets wil zeggen over koop die spelen of verkoop die spelen of doe die in je team zet, dat soort dingetjes. Of je moet trainen en wat en dat soort dingen. En ja, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En doe natuurlijk een like als je dat ook nog niet hebt gedaan. En ja, zie ik toch bij een nieuwe video tegen NEC. Later mensen.